Hoi, ik ben Lot. Ik word vandaag geopereerd in het ziekenhuis. Ik wil je daar graag wat over vertellen, zodat je weet hoe het bij jou zou gaan. Ik mag op het knopje drukken van de lift. Met de lift gaan wij naar de derde verdieping. Daar is de wachtkamer van route 136. We geven het koffertje van de KNO-arts terug en hangen onze jassen op. Hier krijgt mama een blauw schort aan. Een muts op en slofjes over haar schoenen. In de operatiekamer moet het namelijk heel erg schoon blijven. Daarom krijg ik een jasje over mijn kleding aan en een muts op. Mijn oorbellen moeten uit. Om mijn enkel krijg ik een bandje waar mijn naam op staat. Met een oorthermometer kijkt Wendela of ik koorts heb. Daar is al het piepje. Thuis heb ik van mama al een zetpil gekregen, zodat ik mij na de operatie beter voel. Nu nog even spelen. Kijk, daar is de verpleegkundige van de operatie. Zij heeft een blauw pak aan, net als iedereen die daar werkt. Deze verpleegkundige neemt mij en mama mee naar de operatiekamer. Wow, hier is veel te zien. En wat zijn er veel mensen. Die zijn er allemaal om mij te helpen. Gelukkig is mama bij me en mijn knuffel ook. De dokter brengt mij in slaap met een kapje, terwijl mama vlak bij me is. Daar komt het kapje waar slaapmiddel in zit. Dat kan een beetje raar ruiken. Ik adem in en ook weer uit, totdat ik in slaap ben. In de uitslaapkamer word ik weer wakker. Mama en mijn knuffel zijn dan bij me. Ik krijg een echt diploma, want ik heb het supergoed gedaan. Daar is Wendela, die brengt ons met de rolstoel naar de kinderdagverpleging. Daar mag ik even bij komen. Wendela klutst nog even met mama en dan mag ik weer naar huis. Dag ziekenhuis.